Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag, 6 augustus 2015. Dit is het bulletin van donderdag. PIN-OKZ stuurde gisteren nog wat extra details over de kleine hype in aanloop naar de nieuwe ontvanger van PI2, NOS en Boom. De nieuwe ontvanger bevindt zich bij de digitale repeaters van ON0DP. Dit dankzij de beheerders Peter ON7PDW en Dirk ON7DS. De repeaters voor die staan een DMR op 70 centimeter en System Fusion op 2 meter. Van daaruit werken ook over de Nederlandse grens en in het verleden werden ook al succesvol met Dirk en Peter samengewerkt bij het verhelpen van de interferentie tussen ON0DP en PI3UTR. Hierna volgt de eerste bijdrage van Rob PD4ROB over zijn favoriete onderwerp elektronen. Niet iedereen hoeft het ermee eens te zijn. Het onderwerp zal zeker de nodige discussie opleveren die zowel Rob als ik zelf ook zeer zullen toejuichen. Daarnaast weet ik dat er redelijk wat mensen zijn die alleen al Rob's manier van vertellen erg op prijs stellen. Na de bijdrage van Rob volgt dan nog het propagatieonderwerp. Luisteraars, ik wil u wat vertellen over het gedrag van elektronen. Misschien dat sommigen zeggen, dat hoeft niet, wij zijn elektronici en het woord elektron zit niet voor niets in het woord elektronica ingebakken, daar weten we voldoende van. Kan een niet-elektronicus, zoals ik, vanuit andere wetenschappelijke richtingen daar nu iets aan toevoegen? Dat gaan we zien. Ik denk namelijk dat in deze tijd van verregaande specialisaties er te weinig kruisbestuiving plaatsvindt met andere evenzeer specialistische wetenschappen. In het geval van elektronica denk ik daarbij aan de schei- en natuurkunde, wat de laatste betreft in zaken elektromagnetisme en kwantummechanica. In ons geval uitsluitend toegespitst op het elektron, dat alles met energie te maken heeft. Allereerst het elektron zo basic als maar mogelijk is scheikundig bekijken. Gisteren ging het bij het propagatieonderwerp over een Polar Cap event waarbij de HF tot 10 dagen toe volkomen zonder lange afstandspropagatie kan blijven. Vandaag gaat het over sporadische E, die overigens heel wat vaker voorkomt dan je zou vermoeden. Sporadische E komt het hele jaar door, sporadisch voor, maar is met name prominent aanwezig in de maanden tussen eind april en begin augustus, plus een periode van een aantal weken met het maximum meestal rond de kerstdagen. Die tweede periode is meestal wel veel minder sterk. Sporadische E komt ook op de VHF voor en dan kun je op 2 meter echt bijzonder grote afstanden overbruggen. Daar gaat het hier niet over, het gaat hier met name over de effecten op de korte golf. Sporadische E is iets anders dan E-laagreflectie, maar speelt zich wel af op gelijke hoogte als de E-laag. Het is een tamelijk onvoorspelbare formatie van gebiedjes met een zeer hoge dichtheid aan vrije elektronen, die zowel overdag als 's nachts voorkomen tussen de 90 en de 40 kilometer hoogte. Die gebiedjes kunnen zowel een paar kilometer groot zijn of een aantal honderden kilometers groot en ze kunnen zowel minutenlang aanwezig blijven als ook urenlang. De gebiedjes of gebieden op E-laaghoogte zijn meestal vergelijkbaar met de dichtheid van de F-laag. En ze kunnen tamelijk transparant zijn, maar ze kunnen de F-laag ook helemaal afdekken en dan op HF voor kortere skipafstanden zorgen. Als de gebiedjes deels doorlaatbaar zijn, kan er ongewoon grote fading door ontstaan, omdat de signalen dan weer wel en dan weer niet door ofwel de E- of de F-lagen worden gereflecteerd. Morgen verder over sporadische E en de effecten daarvan op de korte golf. Aan het eind van het nieuws nog twee korte berichten. Eentje gaat over het Internet of Things. In de VS is het gelukt om een skateboard te hacken en de skater daarmee op zijn platte bek te laten gaan. Het tweede onderwerp gaat over onderzoekers in Zuid-Korea. Dat is al even kort. Die slaagden erin om een drone met simpelweg geluid uit de lucht te halen. Een erg werkbare methode is het overigens niet, omdat trommelvliezen van mensen nu eenmaal heel wat sneller bleken stuk te gaan dan de drone. Helemaal aan het eind nog de computerveiligheidsexpert Steve Gibson. Nooit was van een stevige uitspraak. Het is wel in het Engels. I've studied what Windows 10 does. The good news is no one will ever make me use it, which is fine. You know, but do you mean you'll never use Windows 10? Oh, I hope I never do. The good news is that Windows 7 is supported through 2020. Wow. I don't want to use this. Like I did turn on file extensions and looking at the browser, well, I get this ribbon full of, you know, Sesame Street icons rather than menu options. It's like, what? Okay. You know, this is not for me. Daily Minutes is dagelijks om 1900 uur op 6005 en op 7310 kHz en 5 minuten later op PI2 NOS. De dag erop zijn er herhalingen om 10 uur op 7310 kHz, om 10:30 uur op PI2 NOS.